Vandaag wil ik iets moeilijks delen. Het is vandaag 6 oktober 2018. En wat ik vooral geleerd heb van mezelf de voorbije jaren, is dat ik een ongelooflijk gevoelige jongen ben. Zeer kwetsbaar. Zeer gevoelig. En wat er eigenlijk enorm jammer of triest is, is dat ik voel dat mijn eigen ouders, van wie dat ik het meest verwacht, is dat mijn ouders nog altijd mij niet kennen. Ze weten niet wie dat ze met mij moeten omgaan. Ze weten niet wat ze moeten doen. Ze weten niet hoe dat ze met een gevoelige jongen moeten omgaan. En dat is pijnlijk. Super pijnlijk. Vandaag 33 jaar. En je praat soms over mensen die zelfmoord plegen. Of mensen die superveel drinken. Dus superveel drinken is ook ergens een vorm van zelfmoord plegen. Maar gewoon voor een tijdelijkheid en niet voor een eeuwigheid. En ik snap dat super goed, hoe dat komt dat er zoveel mensen drinken of zelfmoord plegen. Mensen die dat doen zijn super vaak de gevoelige jongeren of de gevoelige mensen. In het algemeen hoeft niet per se jongeren te zijn. En het zijn ook vaak mensen die zich niet begrepen gevoeld hebben, die zich alleen gevoeld hebben. En dat is ook hoe dat ik mij voel, is alleen. Ook al heb ik super toffe vrienden en heb ik een zeer lieve vriendin en een toekomstige baby. Maar vandaag heb ik het lastig met mijn eigen, al een hele week, omdat ik in contact sta met de pijn dat ik door heel veel jaren gevoeld heb. Een pijn die zich uit in als kind niet begrepen worden, is als kind gemanipuleerd worden, als kind veel onder zijn voeten gekregen te hebben, als kind dat je ouders veel kwaad zijn geweest. En die pijn die komt heel af en toe naar boven in situaties. Vaak in situaties dat als ik intuïtief iets wil doen, dan natuurlijk tegen de gevestigde orde is. Dat als ik dat toch doe, dat het een crisis is in de familie. Ik heb een bepaald idee, ik wil dat navolgen en dat is niet mogelijk. En eigenlijk is in onze familie altijd hetzelfde patroon dat dan gaat beginnen gebeuren. Ik wil iets doen dat mijn ouders niet achterstaan of niet voor openstaan. En gaat mijn moeder super beginnen oordelen. Ze gaat al haar angst op mij beginnen projecteren. Van, hij is zot en hij doet dat niet. En dat is gevaarlijk en dat is risico. En dat is mijn moeder haar patroon. En dan is mijn vader zo de subtiele manipulator. Die zo door ergens liefdevol zo mij een bepaalde richting gaat induwen. Zo van, ja, ik zou dat wel doen. En ik zou het zo doen, ik zou het zo doen. En zijn zo zeer manipulatief, zo. Of als ik dan wil kwaad worden of wil roepen op mijn moeder omdat ze oordelend is, dan is mijn vader daarom zo.
Je weet hoe dat je mama is. Hè, zo. De kwaadheid, de frustratie die er niet mag zijn voor de vrede te bewaren. Ten koste van mij. Dat is wat heel veel mensen niet doorhebben, is dat als gevoelige mensen, als ze hun eigen gevoel, hun eigen zin niet mogen volgen, of als ze zich onderdrukt voelen, dat zich opvreet van binnen en dat wij, doordat we met die pijn ergens naartoe kunnen, dat wij onszelf bij hun pijn doen. Door te veel te drinken, door drugs te nemen, door zelfmoord te plegen. Dat is iets dat enorm veel gebeurt in onze maatschappij. We leven in België, in een land waar dat gigantisch veel wordt vertoefd. Echt gigantisch. Via medicatie, via alcohol, via drugs. Dus via televisie kijken, de hele tijd. En de reden dat er zoveel psychische problemen zijn, is omdat wij gewoon niet weten hoe dat wij als mensen met elkaar moeten omgaan. Heel veel kinderen voelen zich onbegrepen door volwassenen. Maar deze volwassenen zijn ook onbegrepen kinderen, opgevoed door hun ouders. En zo gaat dat verder, verder en verder. Maar er is een moment dat het ego moet kunnen losgelaten worden en dat het gevoel mag gezien worden. We leven in een materialistische wereld waarbij dat we denken denken dat we gelukkig zijn omdat we allemaal kortstondig geluk nastreven. Maar ik zie heel veel pijn. Als we alcohol kunnen zien als onszelf pijn doen, in plaats van onszelf amuseren, en als we dan onze ogen open trekken, dan zien we dat wij een maatschappij zijn die in pijn leven. Maar massa's, hè, massa's pijn, niet een beetje, hè, van oh nee, massa's pijn. Superveel onbewuste behoeftes die niet gezien worden, die niet gehoord worden. Maar dat er niet naar geluisterd wordt. Het coma drinken, dat wij veroordelen als volwassen bevolking, terwijl ik het altijd zie als een signaal dat er iets niet klopt. En er ligt heel veel bij volwassenen. Heel veel. Zouden volwassenen kunnen leren om met hun eigen pijn om te gaan in plaats van die te projecteren op anderen, zou het wereld er anders uitzien. En rationeel kan ik dat begrijpen, dat er pijn is en dat er is en dat ook ouders hun best doen. Ik zie mijn ouders ergens graag, sowieso. Ze doen hun best. Maar door het te rationaliseren soms, dan gaan we de gevoelens die er rond zijn gaan minimaliseren. Gaan we ze gaan wegduwen van, ah ja, maar ze doen maar hun best en ze doen dat, maar de gevoelens, de pijn, krijgt geen plaats om te bestaan. En het is dat mij het meest pijn doet. Ik maak dat filmpje echt voor mezelf, maar ik voel nu ook al zoiets van, misschien kan ik dat wel online zetten, kan ik dat delen, maar dan ben ik bang dat ik misschien mensen ga kwetsen, mijn ouders ga kwetsen. Ik weet ook, als ik het niet online zet, dat ik mezelf kwets. Want mijn boodschap of mijn waarheid of mijn woorden hebben recht om gehoord te worden en gezien te worden. En in die tweestrijd, dat we het menselijk leven noemen, zitten wij constant. Ga ik
Ga ik de waarheid spreken en misschien die mens kwetsen? Ga ik de waarheid niet spreken? Gaat dat dingen veranderen? Moet ik zwijgen? Moet ik gewoon de situatie aanvaarden? Moet ik doen alsof dat er niet is? Het probleem is met mijzelf als supergevoelig jong, dat als mijn waarheid of mijn woorden geen plaats krijgen, dan heb ik snel de neiging om jezelf pijn te doen. Dan. Als je de andere mensen niet kwetst, dan kwetst hij zelf. En ja, ik denk dat wij als mensen ook niet altijd beseffen hoe dat wij naar anderen zijn. Een heel ander voorbeeld is als ik stop ben met drinken, zijn er een paar mensen die mij gesteund hebben, maar de eerste maanden of eerste weken als ik stop ben met drinken, is eigenlijk ook mijn hart gebroken hoe dat vrienden naar mij gedaan hebben. Mij uitlachen, mij ambeteren, zeggen dat ik zielig was geworden, dat ik saai was geworden. Eigenlijk zijn wij als mensen. Eigenlijk zijn wij als mensen zeer, zeer hard naar elkaar. Zot, hè? Binnenkort is zo'n blauwe neuzendag, rode neuzendag. Dan gaat het weer gaan over de kwetsbare jongeren. Maar we zijn allemaal wat beter nadenken hoe dat we maar aan al die psychische kwetsbare jongeren komen. In onze maatschappij als mensen zijn wij op zoek naar veiligheid. Een bepaalde veiligheid nodig om onszelf te kunnen ontplooien. En die veiligheid zoeken we uiteraard onbewust bij onze familie. Want er zijn heel veel mensen en families die die veiligheid niet kunnen geven aan elkaar. En dat is jammer, dat is erg. Maar wel, dat is ook een oordeel. Soms weet ik niet wat ik moet doen. Soms weet ik niet hoe dat ik mijn eigen veiligheid moet geven. Soms denk ik dat ik dan mijn ouders moet negeren. Een tijdje niet gaan. Is dat dan de oplossing? Soms denk ik dat ik moet discussiëren of dat ik moet kwaad worden. Is dat de oplossing? Ik weet alleen dat we soms in situaties verzeild geraken waar dat ons hart bloedt en waar dat de mens superveel pijn heeft. En om dan met die pijn op een gezonde manier, waar dat ook gezond mag zijn, leren omgaan is volgens mij gewoon pure kunst. Met de pijn leren omgaan. Dat is kunst. Er zijn niet veel mensen die dat kunnen. We hebben de neiging om ervan weg te lopen op zoveel mogelijke manieren. Het doet mij deugd om die zaak nog eens tegen mijn eigen te vertellen. Omdat ik ook niet. Ik zit al eens in een paar dagen. Met bepaalde emoties, gevoelens, dat ik niet kan verwoorden. En door de woorden uit te spreken die ergens vanzelf komen, heb ik het gevoel dat het misschien wel duidelijk wordt. Maar nee, zelf niet duidelijk, maar ik heb wel het gevoel dat de juiste woorden zijn dat komen. En ja, wat ik ook eens mee bereik met dat filmpje is dat het menselijk leven, het nuchter leven, het leren omgaan met jezelf, je emoties, de pijn,
dat veel moed vraagt. Dat vraagt veel moed. Ik ga ook al zeer, zeer lang in therapie. Want in therapie leren we weer contact maken met die gevoelens, waar we heel ons leven van weglopen. En voor mij is het nu een proces om echt diepe, diepe, diepe pijnen te leren omarmen. En dat kind in mij, die heel veel te verduren heeft gehad als gevoelig zijnde in de harde, veroordelende maatschappij, om dat kind en zijn woorden en zijn waarheid te laten bestaan. En als jij de moed vindt om dat ook te doen, chapeau dan. Ik weet ook niet of dat ik het filmpje echt online ga zetten. Dat ik het echt ga delen. Misschien is het te persoonlijk. Ik weet niet. Ik zal zien.